Oh, hallo. Nee, ik ben gewoon even de bellenblaas aan het schudden. Hallo, Frank hier. En in deze video gaan we bellenblaas fotograferen. Wist je dat bellenblaas bijna hypnotische kleuren bezit die je alleen maar kan zien als je heel goed kijkt en op de juiste wijze het licht neerzet? Wist je trouwens dat bellenblaas nooit stilstaat? Er gebeurt echt van alles in zo'n bel. Kijk maar eens naar deze beelden. Gaaf om te zien, hè? Maar goed, laten we beginnen met de tutorial en dan meteen met het hoofdingrediënt, bellenblaas. Je kunt het natuurlijk gewoon kopen in de winkel of misschien heb je het thuis wel staan. Heb je het niet, dan maak je het eenvoudig zelf van water met een beetje afwasmiddel. Het probleem is alleen dat de bellen vaak snel kapot springen, vaak nog voordat we hebben kunnen scherpstellen. Gelukkig is daar een oplossing voor. Voeg een klein beetje glycerine toe aan je bellenblaasvloeistof. Dit is te kopen bij de drogisterij en kost per flesje nog geen 2 euro. Glycerine zorgt ervoor dat je bellenblaas steviger wordt, waardoor je bellen minder snel kapot springen. Je zal een beetje moeten experimenteren wat voor jou de ideale bellenblaasmix is. Wat hebben we nog meer nodig? Natuurlijk hebben we weer een camera nodig. En deze keer werken we ook weer vanaf statief. Daarnaast hebben we ook weer een macro lens nodig. Mocht je die nou niet hebben en aanschaffen te duur zijn, dan zou je eens kunnen kijken naar omkeringen. Met omkeringen kun je een normale lens gebruiken als macro lens. Verder heb je nog iets nodig als een bord of een schoteltje waar we zometeen bellen op kunnen gaan blazen. En we hebben een rietje nodig om bellen mee te gaan blazen. Daarnaast hebben we ook nog iets nodig wat als achtergrond kan dienen. En dit kan van alles zijn en het liefste zwart. Bij zwart komen de kleuren van de zeebellen het mooiste naar voren. Het laatste wat we nodig hebben is een zo groot mogelijke lichtbron. Want hoe groter de lichtbron, hoe meer we gaan zien van de kleuren in de bellenblaas. Het maakt erbij niet uit of het flits of continu licht is. Maar met continu licht is het wat makkelijker, omdat je direct het resultaat kan zien en eventueel aanpassingen kan doen. Dat is het. We gaan nu door naar de opstelling. En zoals je ziet is eigenlijk de setup super simpel. Als eerste zien we hier het bord waar we zo meteen de bellen op gaan blazen. En daarachter zien we een zwarte achtergrond. In dit geval heb ik het stuk zwart achtergrondpapier gebruikt. Maar zoals gezegd, het kan ook een trui zijn. Het kan een zwart kistje zijn. Het maakt niet uit als het maar donker is van kleur, zodat de kleuren beter uitkomen. Het licht willen we zo dicht mogelijk boven de zeepbel hebben. Ik heb de luxe dat ik daarvoor een statief kan gebruiken. Heb je dat niet of kan jouw statief niet op deze manier staan, dan kun je ook gebruik maken van een aantal dvd's, een paar boeken of een paar blikken soep waarbij je die als ondersteuning kunnen dienen voor je softbox. Zorg wel dat je makkelijk bij het bord blijft kunnen, want hier moet je af en toe een nieuwe zeepbel opblazen. De hoogte van de camera die stellen we als laatste af en dat doen we aan de hand van de hoogte van de zeepbel. Omdat de zeepbel rondloopt, zullen we ervoor moeten zorgen dat we voldoende scherpte in de foto krijgen. Dit doen we door te fotograferen met een minimale diafragma van f8 of hoger. Mocht je uiteindelijk toch nog wat onscherpe hoeken krijgen, kun je altijd nog wat kroppen. Omdat er in de zeepbel heel veel beweging is, zullen we moeten fotograferen met een sluittijd die niet te langzaam is, anders krijgen we bewegingsontscherpte. In mijn geval heb ik gefotografeerd met 1/160 van een seconde. De ISO-waarde die we nodig hebben hangt af van de hoeveelheid licht die je beschikbaar hebt. Het is dan ook het makkelijkste om in de handmatige stand te fotograferen en deze waarden in te stellen en aan te passen aan jouw lichtsituatie. En nu is de kwestie van een beetje bellenblaas op het bord laten druppelen, rietje erin en bellenblazen. Nu we de bel hebben staan, kunnen we de camera afstellen op de juiste hoogte. Als we dat hebben gedaan, kunnen we de compositie bepalen en scherp gaan stellen. Het scherpstellen is het makkelijkste door gebruik te maken van de live view en handmatige scherpstelling. En dan is nu tijd om foto's te maken en te genieten van al die gave kleuren. Thank you.
En dat was dan weer voor deze keer. Ik heb nog één laatste tip. Hoe langer de zeepbel blijft staan, hoe mooier de kleuren worden. Dus gebruik echt glycerine voor een goede stevige zeepbel. Vergeet ook niet jouw mooie plaatjes te delen met de hashtag foto27NL. Ik heb al aardig wat leuke beelden voorbij zien komen uit andere tutorials. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken en het belicoontje te drukken. Ik zeg tot de volgende video en stay safe.